In deze tip van de week gaan we aan de slag met maskers en vormen in Adobe XD. Daar kun je namelijk heel leuke dingen mee doen. Dus kijk gerust even mee. Ik heb hier op mijn artboard een creatief gemaskerd portret van een hipster staan. Nu, hoe heb ik dat gemaakt? Dat is in feite niet zo moeilijk in Adobe XD. We gaan heel basic beginnen. Als we eigenlijk eender welke vorm nemen in Adobe XD, of dat dan nu een ellips, een driehoek of een rechthoek is, maakt niet uit. Daar kun je op elk moment een afbeelding in gooien. Nu, ik heb hier afbeeldingen in een CC-library staan, maar dat kunnen in feite afbeeldingen zijn die van eender waar komen. Je kunt die vanuit je Finder slepen, you name it. Je kunt dat daar gewoon in ploffen. Maar zoals dat je kunt zien, hier heb ik toch wel een ietsje creatiever masker gebouwd. En daar gaan we het een keer over hebben. Want dat is namelijk dit masker. Een mooie vorm, zoals dat je kunt zien. Met die aflopers en dergelijke. Maar hoe heb ik dat gemaakt? Laten we een keer zien. Ik ga die aan de kant zetten. Ik ga beginnen eigenlijk met de grote ellips te gaan tekenen. Hop, hop, hop. Dan ga ik de rechthoek tool nemen. En vanaf nu is het loose gain. Ik ga gewoon een aantal van die aflopers natekenen. Kan ik die onmiddellijk gaan afronden als ik dat wil. Ik ga hier een ietsje smallere. Hop, nog eentje. Zoals dat je ziet, moeten er hier straks ook nog binnenafrondingen in komen. Wel, hoe gaan we die gaan doen? Ik ga gewoon even dat naar hier gaan kopiëren. Hop, en dan wat verkleinen. Ik wil die ongeveer hier hebben. Zoals dat je kunt zien hier, deze moeten allemaal samengevoegd worden. Hier zit ik met gaten en dat moet weggesneden worden uit die grotere vorm. Nu, om die gaten te voorkomen, ga ik hier eventjes deze dupliceren. Zorgen dat die daar achter zit. Hop, zodat die gaatjes opgevuld zijn. Dan ga ik deze wel nog een beetje laten zakken, zodat we die overlapping daar hebben. Goed, en dan kunnen we van start gaan. Nu, check this out. Op dit gebied is XD dus fantastisch. Het is weer zo'n feature dat ik wou dat ze die in Illustrator hadden gestopt namelijk. Dus ik ga gewoon al deze vormen hier selecteren. En die ga ik hier via de Shape Builder, of via de Pathfinder beter gezegd, ga ik die combinen. Boom, dat is al ene vorm. Geweldig toch? Nu, dat is ene vorm geworden. Je ziet, dat heeft zijn eigen border, zijn eigen fill. Kan die rood maken. Ik ga dat hier eventjes iets harder doen opvallen. Ik zal deze wit houden. En dan heb ik nog deze stukjes hier allemaal. Ik ga die samen selecteren. En ik ga die ook groeperen. Daar is een reden voor. Dan kan ik die straks gemakkelijker manipuleren. Maar ik wil dus dat deze, ik ga die eventjes rood zetten, dat die weggesneden worden uit die witte vorm. Dus wat ga ik gewoon doen? Ik ga die samen selecteren. En nu gebruik ik hier de minus of de subtract functie. Minus front. Denk daarmee altijd aan Illustrator. Dus ik gebruik de subtract en boom, daar is mijn finale vorm. Nu, voor de mensen die een beetje ervaring hebben, ik zie hier al foutjes trouwens, hè, voor de mensen die wat ervaring hebben met Illustrator, die weten, ene keer dat je die Pathfinder hebt uitgevoerd, is dat definitief. En dit is een punt waarop dat XD net dat stapje weer verder gaat, want ondanks het feit dat dat bewerkt is met de Pathfinder, ik ga er de layers een keer bij halen, daar gaan we zien dat eigenlijk die subtraction een soort van live groep gebleven is. Wat wil dat zeggen? Ik kan daar gewoon dubbel klikken en daarin gaan duiken. En als je dan een beetje begint door te klikken, altijd maar dieper begint te graven, dan ga je zien dat je die gewoon simpelweg al die subshapes nog kunt gaan aanpassen. En voor een Illustrator of vectorfanaat is dit redelijk fantastisch. Ik kan die nog altijd, zelfs als ik die breedtes wil gaan aanpassen, kan ik dat nog altijd gaan doen. Hop, ik moet maar wat gaan doorklikken. Ja, uitlijning kan al lastiger zijn, heb ik al gemerkt op dit niveau. Hop, maar geen probleem. Ik ga dat
alsnog voilà, die breedte meegeven. Dus ik kan heel die shape nog gaan aanpassen als ik dat wil. Die aflopers zo wat gaan veranderen. Voilà. Deze mag hier nog ietsje korter, denk ik. Ietsje kan omhoog. Voilà. En dat is de vorm dat ik wil hebben eigenlijk. Dus ene keer dat je dat allemaal gedaan hebt, remember, kunt er altijd gewoon induiken, die dingen gaan aanpassen. En dat is net als deze vorm, want dat heb ik daar straks niet laten zien. Maar zodra dat ik daarop dubbelklik, kan ik daar ook gewoon induiken en die aanpassen. En wat dan nog meer is, ik ga hier eventjes terug naar die bibliotheek. Ik ga onze hipster er hierbij halen. Boom, ik gooi die daarin. Even dubbelklikken om die te upscalen. Nog een beetje positioneren en voilà. Netjes gemaskeerd. Zelfs in dat masker kan ik nog eigenlijk gaan doorklikken als ik die wil gaan aanpassen. Kan ik hier zelfs nog mijn masker gewoon live gaan editen. Om dat te gaan fine-tunen. Dus in een notendop vormen bouwen, pathfinderen en maskeren. Super de max in Adobe XD. Zeker een keer uitproberen. Tot de volgende video.